Hier op de A67 tussen Venlo en Eindhoven deden chauffeurs het vanmorgen rustig aan. Maar dat had misschien vooral te maken met de grote drukte. De geplande actie was bedoeld als protest tegen de komst van vele goedkope Oost-Europese chauffeurs. Die zetten de tarieven onder druk, zeggen de chauffeurs. Maar van veel actie was dus geen sprake. Ook elders in de provincie reed het verkeer gewoon door. Zoals op de A16 bij Zevenbergen. Op een enkele vrachtwagenchauffeur na rijdt het eigenlijk gewoon allemaal op normale snelheid. Dat is overigens ook wat Rijkswaterstaat zojuist aan mij bevestigt. De gemiddelde snelheid op de Nederlandse wegen is op dit moment dat wat die normaal gesproken is op een maandagmorgen op dit tijdstip. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het beeld wat ik krijg van de vrachtwagenchauffeurs die ik zojuist sprak. Ze begrijpen wel het hoe en waarom van deze actie. Maar de actiebereidheid, dus om ook daadwerkelijk langzamer te gaan rijden, is erg klein. Ik vind wel dat ze gelijk hebben, daar gaat het niet om. Er zijn gewoon hele grote transportbedrijven die dus met Polen werken en ze betalen naar Poolse maatstaven terwijl ze hier het werk doen. Dus dat klopt natuurlijk niet. En ze blijven ook langer weg van huis, want dat interesseert ze niet als ze over een paar weken eerder weg zijn of langer weg blijven. En voor een appel en een ei, want hun hebben daar minder moeite mee en zo. En dat is ook makkelijker voor hun, voor de baas, om dan de mensen te laten rijden. Dus ja. 60 km per uur rijden, dat is echt niet, schiet niet op. Nee, ik zou liever andere acties willen zien, maar wat voor acties, ja. Dat weet ik verder niet. Het nog kan, blijven we nog gewoon 80 rijden. Ja. Toch waren er wat kleine incidenten, onder meer bij Bergen op Zoom. Daar raakte een vrachtwagen met uien in de middenberm toen de chauffeur uitweek voor een kolonne langzaam rijdende vrachtwagens.